Welkom bij De Lockdown. We zitten vandaag met Willem Schinkel. Schrijver, denker, auteur, spreker, filosoof, socioloog uit Rotterdam. En om maar meteen met de vraag te beginnen die iedereen elkaar tegenwoordig stelt. Hoe is het met jou en je omgeving? Nou, met mij is het goed, geloof ik. Voor zover je dat los kan zien van je omgeving. Ik zag gisteravond dat mijn zoontje, die is deze week voor het eerst naar school en die heeft nou een beetje verhoging en keelpijn. Dus wie weet wordt het nog spannend. Maar verder gaat het goed. Ja, verder, want de scholen zijn net weer open natuurlijk. Ja, ja. Dus het zou heel snel zijn als hij het te pakken heeft. Maar waarschijnlijk is het iets anders. Ja. Ik hoop het. Worden er wel regels nageleefd op die school? Wordt er afstand gehouden? Ja, voor zover dat kan natuurlijk. Het hele idee is een beetje shaky nogal. En we hebben ook wel getwijfeld over of we dat gingen doen. En, maar ja, uiteindelijk hebben we gedacht, nou ja, dat doen we dan. Het is een raar gebeuren. Het zou de eerste maatregel zijn, maar het bleek dat er allerlei andere maatregelen op dezelfde dag ingingen. Mm-hmm. Dadelijk om enig effect te zien van het openen van de scholen. Dus het is allemaal een heel vreemde situatie, maar daar zullen we daar misschien nog wel over hebben. Maar je merkt in Rotterdam wel dat de zorg een beetje verminderd is. Of je merkt overal wel dat. Dat ineens is het afstand houden veel minder serieus, wordt veel minder serieus genomen. Dus heel veel mensen hebben toch het idee van, nou, we hebben het gehad, het is achter de rug. En of dat zo is, dat vraag ik me sterk af. Maar Oké. Waar we je eigenlijk voor uitnodigden vanuit de lockdown is omdat wij ook een podium willen bieden aan radicaal sociale ideeën en oplossingen, waar jij natuurlijk ook al bekend ontstaat. Ook omdat we allemaal de politieke reactie op de crisis van 2008 nog vers in ons geheugen hebben en ook een beetje een déjà vu gevoel hebben bij deze crisis. We weten allemaal wat er toen gebeurde, dat er in rap tempo ontstond er een panieksfeer, werden banken gered met grote kapitaalinjecties. Waar niet altijd heel erg democratisch over besloten werd, volgens mij. Werd ondertussen flink bezuinigd op sociale voorzieningen in Nederland, in Griekenland, in Zuid-Europa. Waarschijnlijk erger dan in Nederland. En in zekere zin gebeurt dit nu ook al. In rap tempo zitten we ineens weer in een vergelijkbare situatie. En zijn er ook weer gigantische reddingsoperaties van KLM en andere bedrijven. Als eerste vraag, hoe zie jij dit een beetje? Heb je ook een déjà vu gevoel of denk je, nou, dit is wel echt iets heel anders? Of? Nee, ik denk dat het déjà vu gevoel dat ergens op gebaseerd is. Ik denk dat we ook deze keer gaan zien dat kapitaal gered gaat worden en niet de arbeid. Dus in die zin is er niks fundamenteels veranderd ook. De staat is er in de eerste plaats om kapitaal te stutten en niet om iets anders te doen. En ik denk dat het heel erg ijdele hoop is om te denken dat nu dan arbeid beschermd gaat worden. Ik denk dat die tijd voorbij is. Dat is de tijd van de sociaaldemocratie en de verzorgingsstaat geweest. En daarin heeft de sociaaldemocratie in belangrijke mate bijgedragen aan de participatie van mensen in kapitaalaccumulatie. Maar die participatie is steeds minder geworden. In die zin dat mensen er steeds minder voor terugkrijgen natuurlijk. Dus het idee was altijd, iedereen krijgt het gradueel beter. En dat is al sinds eind jaren 70 in het Westen eigenlijk tanende. En dat heeft ermee te maken dat schuld eigenlijk die participatie heeft vervangen. Dus je kunt mensen ook door schuld en verschulding laten participeren in een systeem waarbij ze niet meer participeren in accumulatie. Dus ze delen niet meer in de accumulatie van kapitaal, maar participeren nog wel omdat ze schuld hebben. En dat geldt voor ons allemaal eigenlijk. Collectief geldt het en het geldt voor ons individueel.
En je zou kunnen zeggen dat men op een gegeven moment erachter kwam dat je mensen via verschulding eigenlijk op een veel goedkopere manier kan laten participeren dan wanneer je ze laat delen in de winsten. Je zou kunnen zeggen dat de vorige crisis ook in heel belangrijke mate veroorzaakt is door het ophopen van schulden en het vervolgens speculeren daarmee en het verpakken daarvan in allerlei onveilige producten. Maar de schulden waren lagen aan de basis daarvan. Als je mensen niet langer in hun loon daarop vooruit laat gaan en ze niet laat delen in de accumulatie van kapitaal, ja, dan zul je ze op een andere manier moeten laten consumeren. En schulden waren daarvoor de oplossing toen. En die waren de oorzaak van de crisis in belangrijke mate. Maar een schuldpolitiek is precies wat we gehad hebben in reactie op de crisis. Dus de hele move naar bezuinigen, wat heel eufemistisch bezuinigen heet, naar austerity, is een verder uitknijpen geweest van alle collectieven, maar ook van individuele mensen, om weer als het ware te betalen voor wat er was aangericht. En ik denk dat we nu eigenlijk al de voortekenen zien van hetzelfde weer. En het grappige is daarbij dat je ook alle economen hebt die zeggen, ja, je moet austerity moet je niet doen als het slecht gaat. Hè. Maar ik denk dat wat cruciaal is om te vatten daar is dat austerity gebeurt niet omdat het economisch gezien goed zou zijn voor iedereen of voor de economie. Austerity gebeurt omdat omdat schuld een vorm van macht is. En uiteindelijk is dat waar dit allemaal om draait. Dus denk ik dat de eerste voortekenen die we zien, ministers die zeggen, ja goed, op een dag zullen we natuurlijk wel dit allemaal op moeten hoesten. En de eerste voorstellen ook, hè, die nu toevallig komen uit de brede maatschappelijke heroverwegingen. Die eerste voorstellen, die saillant genoeg voorstellen zijn voor bezuinigingen op zorg, op bijstand, op hoger onderwijs nu ook. Die zijn er alweer en die zijn daar vrij om op te pakken voor bestuurders straks. Dus alles wijst erop dat we jaren van austerity ingaan weer. Ja, gewoon eigenlijk een herhaling. Hoewel ik me ook afvraag of we niet iets ook geleerd hebben van die vorige crisis. Hè? Die leeft toch wel in ons collectieve geheugen. Dat er toch misschien andere sentimenten nu zijn. Of een soort sentiment van, ja, we gaan dat niet nog een keer op dezelfde manier doen. Nou, ik weet niet. Ik denk niet dat er iets dat er op die manier iets geleerd wordt. Want kapitaal heeft helemaal geen belang bij dat leren. Het enige wat kapitaal geleerd heeft is, oh, je kunt al die shit doen en ermee wegkomen. Je kunt de Grieken totaal uitkleden. Je kunt ze het mes op de keel zetten en ze blijven nog bij de EU. En dus je zou kunnen zeggen, wat straks weer gebeurt is gewoon, en wat eigenlijk Nederland nu al doet met Italië bijvoorbeeld, is eigenlijk simpelweg proberen, hoe ver kunnen we gaan? En het blijkt, je kunt heel erg ver gaan. Want de Italianen hebben nog steeds het idee dat het nuttig voor ze is om in de EU te zitten. Dus voor zover er iets geleerd is in de vorige crisis, is dat je al die shit kan doen en ermee weg kunt komen. Dus ik ben daar niet zo heel optimistisch over. En tegelijkertijd is het natuurlijk heel grappig, want wat we nu zien, in effect, is dat het anders kan. He, dat je de lonen van miljoenen werknemers, dat je die gewoon voor je rekening kan nemen als overheid. En ja, dat daar niet een onmiddellijke tegenprestatie tegenover staat. We zien dus eigenlijk dat geld een manier is om gewoon alles gaande te houden, zonder dat het ergens op gebaseerd is verder. Zonder dat geld uiteindelijk een of andere intrinsieke waarde heeft, of achterliggende intrinsieke waarde die terugbetaald zou moeten worden. Dus we zien dat in effect. We hebben eigenlijk een vorm van staatssocialisme nu. En tegelijkertijd is het sentiment, Oké, move on, nothing to see here. Weet je wel? De liberale politici doen dit nu, maar doen tegelijkertijd, ja, maar het is even uitzonderlijk deze situatie, maar er is niets fundamenteels aan de hand. We doen wel iets wat we gezworen hadden nooit te doen, wat de aartsvijand alleen maar voorstelt, maar er is verder niks aan de hand. Dus enerzijds willen ze ons doen geloven dat het kan, dat je gewoon
ergens geld soeverein kunt inzetten en zelfs soeverein kunt scheppen uiteindelijk. En anderzijds willen ze ons doen geloven straks weer dat ja, geld toch wel ergens op gebaseerd is. En dat het geld toch terugbetaald moet worden. En dat is natuurlijk radicale onzin, maar dat is waar de macht weer komt kijken. En uiteindelijk is dat dus een manier niet om de werknemers te redden. Niet om arbeid te redden hier. Maar om kapitaal te redden. Want de arbeid, de kosten van de arbeid nu, van de arbeid die er veelal niet is, die zal toch terugberekend gaan worden. Met terugwerkende kracht gaat dat op ons bordje komen. Ja, dat wordt ons nu ook wel verteld, dat die rekening die komt uiteindelijk wel. Ja, dus, en dat is het gevecht van de komende jaren. Echt. En voor mijn gevoel is dat echt een van de dingen waar links nu zich voor moet bewapenen. Echt. Ja, ja, ja. In principe leeft die discussie ook al enigszins. Hè, dat er zijn mensen die roepen dat de rekening hiervan niet bij de armsten neer moet worden gelegd, maar via vermogensbelastingen, juist belasting op de rijken, herverdeling en op die manier op een sociaal-democratische, Keynesiaanse manier uit de crisis kunnen komen. Waar we je ook voor uitnodigd is, specifiek voor iets wat je schreef in NRC. En daar had ik ook een beetje een déjà vu gevoel bij, omdat je ziet dat ook, we zagen dat ook bij de vorige crisis in 2008... dat er weer ruimte ontstaat in het maatschappelijk debat voor echt radicale, fundamentele andere toekomstvisies. En Marx, die werd weer genoemd, zelfs de Economist en de Financial Times, die had het weer over Marx na 2008. En jij schreef in de NRC, spreek je eigenlijk in onomwonden taal uit voor een socialistische economie, waarbij je zegt dat het niet in zo'n situatie als vandaag het niet KLM zou zijn dat gered zou worden, maar haar werknemers, omdat die eigenaar zouden zijn van de productiemiddelen en het bedrijf. Nou, is dat toch een woord wat nog steeds wel associaties oproept met Chinese dictatoriale taferelen, een planeconomie, wordt gezien als iets wat totaal niet bij het vrije Westen past en onze liberale mentaliteit. Zou je kort kunnen uitleggen, wat bedoel je daar precies mee? Wat zijn volgens jou de kenmerken van zo'n socialistische economie? Waarom past dat ook bij een land als Nederland eventueel? En hoe zou er in zo'n stelsel gereageerd worden op zo'n pandemie en zo'n crisis als waar we vandaag in zitten? Nou, ik denk dat allereerst ik weet niet of ik ervoor gepleit heb, maar ik heb in ieder geval gezegd van ja, kijk, als je zo'n economie zou hebben, zou je dit probleem in ieder geval niet hebben. Maar vervolgens is het heel grappig hoe daarop gereageerd wordt. Hè? Er was ook een columnist van de krant die had het over coronacommunisme, et cetera. En dat was nog op het moment, dat was nog voordat de overheid de lonen van miljoenen werknemers voor zijn rekening nam. Dus dat is ergens een heel ironische situatie, omdat hij begon al te zeggen van ja, mensen komen eens met allemaal socialistische ideeën. En even later stapt de liberale overheid over op een socialistisch model eigenlijk. Maar het is natuurlijk een gemankeerd socialistisch model. Maar het is grappig dat het ergens zo snel dictatoriaal overkomt. Dat het idee dat je voor democratie op de werkvloer pleit, dat dictatoriaal overkomt. Dat is een heel grappig idee. Want dat is iets waarvan jij zegt dat is een belangrijk kenmerk van. Dat is ook een belangrijk kenmerk van. Dus ik kan zo wel ingaan op wat voor mijn gevoel wat kenmerken van een socialistische economie zijn. Maar, en die verzin ik zelf niet allemaal, dat weten we al lang. Maar een daarvan is een economische democratisering. En dat is een hilarisch idee dat juist dictatoriaal overkomt. Hè? En het is ook alleen al zo hilarisch, omdat economie bij ons een van de. Wat economie onder meer is, is een excuus om in het grootste deel van het dagelijks leven autoritair te besturen. En wij definiëren onszelf als een democratie, en dan gaan we naar werk en zeggen we baas. Dat is een krankzinnig idee. Maar dat vindt iedereen normaal. De status quo is een grotendeels autoritair bestuur.
En op het moment dat je pleit voor democratisering daarvan, dan komt men onmiddellijk met Stalinisme, met Chinese toestanden, et cetera aan. En, dus dat is ergens heel krom. Maar het laat ook zien dat het heel nuttig is om dat te doen. Omdat je kennelijk heel gevaarlijk bent op het moment dat je zoiets zegt. Want er worden allerlei superlatieven bijgehaald. Stalinisme heeft niks met socialisme te maken. Stalinisme is een vorm van staatskapitalisme natuurlijk. Maar op het moment dat je zegt een socialistische economie, dan roept iedereen Stalin, massamoord, et cetera. Dus het is een heel gekke, als je dat vanaf een afstandje bekijkt, is dat ergens een heel gekke reactie. En dat betekent dat het kennelijk heel erg gevaarlijk is wat je zegt. Maar even los van wat mensen daar dan precies van denken. Om even mee te gaan in die gedachte van democratie op de werkvloer. Democratisering van een bedrijf zoals KLM. Dat zou eigenlijk een belangrijk kenmerk zijn. Het is misschien lastig om... volgens mij heb je ook wel gezegd van je kan niet een blauwdruk schetsen van hoe zoiets er precies uit zou zien. Maar... in zo'n situatie als vandaag, dan heb je bijvoorbeeld KLM, die zou dan democratisch bestuurd zijn door werknemers, maar ook te maken hebben met een crisis. Het bedrijf zou alsnog wellicht democratisch dan besloten door de werknemers pleiten voor een soort vorm van staatssteun vanuit de gemeenschap. Of hoe zou dat dan gaan? Nee, dat zou zeker kunnen, maar ik denk dat in een socialistische economie dat je in eerste instantie geïnteresseerd bent in collectief bezit van productiemiddelen. En dat betekent dus een bepaald soort van democratisering. En het is een economische democratisering van werknemers, waarin werknemers een bepaalde rol krijgen, als coöperatief bijvoorbeeld. Maar het is ook een economische democratisering waar consumenten ook in de vorm van coöperatieven bijvoorbeeld een rol krijgen. En kijk, bij KLM is het hele probleem natuurlijk dat het überhaupt een bedrijf is waarvan het de vraag is of het zou moeten bestaan. In ieder geval in deze vorm. Vliegen zoals wij dat doen is een vorm van planetaire plundering. Dus het zou goed zijn als we daar op een meer democratische manier over kunnen beslissen. Over de vraag of er überhaupt zo'n bedrijf moet bestaan. En dat staat los van de vraag wat er met de werknemers van dat bedrijf zou moeten gebeuren per se. Maar het kan zijn dat heel veel werknemers bij KLM... als zij een alternatief hadden, ook wel zouden zeggen... misschien is werken bij een bedrijf wat minder aan planetaire plundering bijdraagt... ook wel gunstig. Dus dat is in ieder geval een situatie waarin je kunt nadenken over iets anders. Ook voor KLM. In plaats van dat je zegt, nou ja, dit bedrijf hebben we nu eenmaal. Het heeft deze rol in onze economie en dus zitten we daaraan vast en gaan we dat redden. Terwijl het alsnog duizenden arbeidsplaatsen schrapt. En ik denk dat een ander kenmerk van de socialistische economie is een vorm van regionale zelfvoorzienendheid. En dat is uit ecologisch perspectief denk ik heel erg cruciaal. Dus ik zeg met nadruk regionaal, omdat het niet per se nationaal is. Maar het is ook niet mondiaal. Dus het feit dat Nederland de derde grootste voedselexporteur ter wereld is krankzinnig. En ik denk dat... De derde grootste voedsel? Voedselexporteur. Exporteur, ja. Ja, exporteur ter wereld. Klein minilandje, zeg maar. De derde grote exporteur. Dat is een krankzinnige situatie. Is vanuit mondiaal perspectief inefficiënt, zou ik kunnen zeggen. En is alleen maar efficiënt omdat we de kosten van de plundering niet meerekenen. Ja. En ik denk dat je daarnaast dat het ook belangrijk is om te werken in de richting van steeds meer... coöperatief en steeds meer commons. En ook de commons is in heel sterke mate een bedreiging voor economie zoals we dat nu kennen, omdat het een radicale verschuiving van macht met zich meebrengt. Ja, ja. En tenslotte, en dat is iets wat ik heel belangrijk vind eigenlijk altijd bij dit soort discussies, dat we op een andere manier moeten nadenken over geldcreatie. En geld wordt bij ons gecreëerd als grotendeels als schuld. Want private banken krijgen leningen van centrale banken, van de ECB bij ons in instantie. En lenen dat vervolgens uit voor een hogere rente aan bedrijven, aan consumenten, et cetera. Dus de enige manier waarop geld de wereld inkomt is als schuld. En dat is een problematische situatie, want het bindt ons allemaal aan die economie. En het houdt een situatie van artificiële schaarste in stand.
Dus om op een andere manier geld te kunnen creëren is cruciaal. Daarvoor is een vorm van soevereine geldcreatie is noodzakelijk. Dus je zult een of andere meer soevereine controle over geldproductie moeten hebben. Dus dat is een ander punt. En ik denk een laatste punt is inderdaad ja, dat een vorm van planning de plaats moet innemen van de willekeur van het prijsmechanisme. Dat je niet een socialistische economie hebt als je vervolgens... Niet op basis van vraag en aanbod en marktevenwicht wordt bepaald. Niet op basis van de manier waarop het prijsmechanisme nu verondersteld wordt te werken. En dat betekent dus dat je afscheid neemt van de situatie waarin je constant artificiële schaarste creëert. En vervolgens zegt, nou ja, er is schaarste, er is helemaal schaarste, dus hebben we een economie nodig, een markt, waarin een of andere prijsevenwicht ontstaat, wat een evenwicht vormt tussen vraag en aanbod. Dus die hele situatie van beginnen bij het idee van schaarste is problematisch. En het is natuurlijk de basis van de economie, ook als wetenschap. Hè? De economie als wetenschap begint bij het idee dat dingen zijn schaars. Dat is natuurlijk onzin. De schaarste in absolute zin, dat het universum helemaal zoveel atomen heeft, ik vind, dat doet er helemaal niet toe in de economie. Alle schaarste is sociaal geproduceerde schaarste. Er is schaarste aan arbeid, maar er is genoeg werk te doen. Dus. Maar misschien zit hier ook een beetje de angst van voor het woord in. Dat mensen begrijpen wel enigszins dat... kunnen zich misschien wel voorstellen dat een bedrijf democratisch bestuurd kan worden. Maar we zien nu ook in zo'n crisissituatie zoals deze van corona, dat wanneer de markt faalt en niet, dus kennelijk niet werkt, of in een recessie belandt vanwege... Een enorme daling in de consumptie, dat eigenlijk per definitie betekent dat de staat, en dat is toch een centraal orgaan in Den Haag, de beslissingen dan even neemt besluit welk bedrijf wel en niet gered gaat worden, welke groep werknemers wel en niet steun ontvangen, of welk pakket de ZZP'ers en hoe ruim die steun is voor... Het is toch lastig om voor te stellen dat zo'n planeconomie, hè, of dat zo'n vorm van centrale planning, dat op de lange termijn op een democratische manier vol kan worden gehouden. Het wordt nu wel soort van geaccepteerd als een soort crisis, noodmaatregel, maar zie je ook voor je dat op een democratische manier kan plaatsvinden. Nou, ik denk dat het eerst belangrijk is om die vraag te stellen over het prijsmechanisme. En dan is het heel snel duidelijk dat dat niet het geval is. Er is niks democratisch aan de manier waarop nu coördinatie van vraag en aanbod tot stand komt. Er is niks democratisch aan de manier waarop nu distributie van levensmiddelen plaatsvindt. En als ik het heb over levensmiddelen, vind ik het ook belangrijk om een streepje tussen te plaatsen. Het gaat om levensmiddelen. Dus de middelen om te leven, die zijn nu overgelaten aan de willekeur van het prijsmechanisme. En uiteindelijk dus staan ze in dienst van de accumulatie van kapitaal. Dus en ik denk ook dat het zeker niet nodig is om bij alles centraal te plannen. Planning hoeft niet per se centrale planning te zijn. Je kunt dat op allerlei niveaus doen. En ik denk dat er ook allerlei voorstellen wel al lang bestaan voor manieren om een heel soort van gelaagde economie te hebben, waarin je op coöperatief niveau iedere keer democratisch besluit wat je wilt eigenlijk collectief. Ja. Dus er zijn zeker manieren om dat te doen. Maar dat zijn ook manieren waarmee geëxperimenteerd moet worden, die ook collectief uitgevonden moeten worden en waar dus niet per se een blauwdruk voor bestaat. Maar het is niet a priori het geval dat niet democratisch zou zijn. Sterker nog, die vraag moet gesteld worden over hoe het nu is. En dan is duidelijk dat er helemaal niets democratisch aan is. Dus je kunt alleen maar vooruit wat dat betreft. Ik denk ook dat... Kijk, sommige diensten en goederen zul je op een relatief hoog niveau willen coördineren. Dus als het gaat om zorg en openbaar vervoer bijvoorbeeld, dan zul je dat centraal willen doen. Maar waarom zou dat niet democratisch kunnen? Of waarom zou dat niet democratisch zijn? Zie je bijvoorbeeld voor je een stap in de goede richting als er bijvoorbeeld een referendum zou worden gehouden over het wel of niet redden van KLM? Of,
Nee, ik vind een referendum is niet per se invulling geven aan democratie. Al dat soort vormen van democratie zijn manieren om de mensen weg te houden natuurlijk. Dat zijn manieren om de mensen op een afstand te houden. Dus als je het hebt over serieuze democratie, moet er ook iets op het spel staan. Moeten mensen zelf ook op een of andere manier eigenaar zijn van datgene waarover ze hun mening geven. En zolang dat niet het geval is, is het allemaal gebabbel. Ja. En dus het hele pleidooi voor het referendum is met name populair onder populisten en fascisten die daarmee een makkelijk middel zien om het vooronderstelde bestaan van het volk aan te tonen. Om te zeggen, kijk, dit is het volk, dit is wat het volk wil. Maar dat is natuurlijk onzin, want het blijkt in alle representatieve democratie dat het volk niet één is. Zodra er gestemd wordt, blijkt pas, oh, dit is het volk. En wat blijkt dan? Het is niet één. Het is verdeeld. Het is het oneens met zichzelf. Dus moet een of andere compromis ontstaan waarin helemaal niemand zich herkent. Ja. Dus dat zijn democratische procedures waar je ook die niet heilig zijn. Er zijn alternatieven voor. Nog even kort voordat we naar de volgende vraag gaan. Zijn er voor jou dan historische voorbeelden of regio's van vandaag die volgens jou een stap in de goede richting zijn? Waarvan je denkt van ja, kijk, zie je daar. Daaruit bleek dat prima kan werken en dat het niet dictatoriaal hoeft te zijn of stalinistisch. Nou, ik denk dat je zelfs in onze eigen geschiedenis, is er een tijd geweest, en ik bedoel, dat was de sociaaldemocratie en had zeer grote beperkingen wat mij betreft, maar zelfs daarin waren een aantal, in ieder geval, checks op de macht van kapitaal, waarvan die aangetoond hebben dat natuurlijk kan. En vervolgens stikt het van de experimenten op een meer decentraal niveau van commons en commoning. Dat is heel populair nu. Ja. En met goede reden, denk ik. En dat biedt allemaal materiaal om te werken naar iets wat in ieder geval minder irrationeel is dan wat we nu hebben. Kijk, wat we nu hebben is een prijsmechanisme en een distributie van levensmiddelen op basis van just-in-time. Op basis van een logistiek die één doel heeft en dat is kapitaalaccumulatie, maximeren. En just-in-time betekent eigenlijk dat er een permanent zwaard van Damocles boven je hangt. Omdat het zomaar kan zijn dat er morgen geen voorraad is. Heel kort, met kapitaalaccumulatie bedoel je gewoon het maximaliseren van de winsten? Ja, en het accumuleren van kapitaal onder een heel zeer kleine klasse. Ja. Dus wat soms de 1% genoemd wordt, in effect nog wel kleiner is dan dat. En dat gaat gepaard met een vorm van proletarisering van eigenlijk heel de rest. Om daar nog één ding over te zeggen, de just-in-time, zeg maar. Want de hele tijd heb je een soort van zwaard van Damocles boven je hoofd hangen. En wat dat laat zien is dat zie je bij, of het nou om toiletpapier recent gaat of om mondkapjes, je ziet dat efficiëntie ons de nek omdoet. Of ons de das omdoet. Dus efficiëntie is een probleem. En efficiëntie blijkt alleen maar efficiënt te zijn voor diegenen die aan de kant van de accumulatie zitten. Niet voor de mensen. Niet voor ons allemaal. Wat zijn de nadelen van dit systeem dan? Het gros van de bevolking? Dat blijkt dat je op het moment dat je zelfs om levens te redden bepaalde testen nodig hebt of zo. Dat je volstrekt afhankelijk bent van logistieke lijnen die mondiaal lopen en waar niemand geïnteresseerd is in een of andere vorm van rechtvaardigheid. Niemand geïnteresseerd is in een goede verdeling, maar iedereen geïnteresseerd is in maximering van winst inderdaad. Ja. En dus dat is een afhankelijkheid die vanuit simpelweg het oogpunt van, nou, hoe leef je goed met elkaar, samen? Irrationeel en inefficiënt is. Maar die heet efficiënt te zijn. Ja. Ik zit ook te denken misschien aan het feit dat er in bepaalde zorginstellingen tekort aan mondkapjes zijn. Heel, heel, heel simpel gedacht. Dat klinkt maar als iets economisch efficiënt misschien, maar wat volgens andere maatstaven
waar dan andere keuzes in gemaakt zouden worden. Ook de hoeveelheid aan testen of de hoeveelheid aan IC-bedden die we in Nederland hebben, is ook relatief laag volgens mij, vergeleken met andere landen. Ja, nee, dat is een goed voorbeeld van ook weer van hoe, waarin je kunt zien dat schaarste altijd artificiële schaarste is. Dus actief, sociaal gecreëerde schaarste. En daar kun je allerlei andere keuzes in maken. En veel mensen zullen zeggen, ja, doorgaans gaat dat toch goed, maar dat is precies het punt. Het zijn de momenten waarop het om gaat, de leven- en doodmomenten, daarop is het cruciaal dat het anders gaat. Overigens, de manier waarop wij onze productie en distributie georganiseerd hebben, is voor hele grote delen van de wereld allang rampzalig. Dus de mondiale logistiek is een heel dodelijke business. Op hele grote gebieden van de aarde is dat al lang duidelijk. En dat is misschien een van de weinige dingen die we nu dan leren, dat ook wij kwetsbaar zijn, hier in het Westen, in een systeem wat wij mede hebben opgetuigd, maar wat al lang gokt permanent met de kwetsbare levens van allerlei anderen over heel de wereld. Alle mensen die grondstoffen winnen, alle mensen die als piraat worden gezien voor de kust van Somalië bijvoorbeeld, dat een van de meest bevaren routes is in de mondiale logistiek. Die simpelweg gebombardeerd worden bijvoorbeeld, omdat ze onze logistiek in de weg zitten. Die weten al lang dat wij een mondiaal systeem in stand houden, wat dodelijk effect heeft. Ja, oké. Die weten dat al lang, maar even positief bekeken, een beetje optimistisch door een roze bril of een rode bril. Heb je niet ook het gevoel dat er met deze crisis en misschien ook net als bij de vorige crisis wel meer discussie ontstaat en meer kritisch nagedacht wordt over dit systeem? Wat ik toch ook zie langskomen op internet. Er zijn toch een hoop linkse sentimenten die weer rondzingen. Allerlei symbolische acties die plaatsvinden. Hè, dat gewoon tekenen van solidariteit onderling op buurtniveau of met zorgwerkers, met de vitale beroepen. Maar ook petities die uit als paddenstoelen de grond uitkomen van prominente opiniemakers die ervoor pleiten dat bedrijven ook alleen maar gesteund mogen worden als ze zich maatschappelijk verantwoord opstellen en duurzaam handelen en geen belasting ontwijken, et cetera. Dat was in ieder geval de boodschap van een brief van Ewald Engeler, Marcia Luiten en Jeroen Smit in de Volkskrant. Er was ook een ander manifest van 170 wetenschappers die oproept om radicaal groen uit deze crisis te komen. Allerlei ideeën die ook de afgelopen jaren op tafel zijn gelegd door denkers. Bijvoorbeeld het basisinkomen, schulden kwijtschelding, kritiek op marktwerking in de zorg. Die ideeën liggen weer op tafel voor mijn gevoel. Er is weer ruimte voor kritisch debat. En zelfs Rutte die lijkt een beetje te flirten met links. En zei zelf dat Nederland in de kern diep socialistisch is. Dus heeft links niet een beetje de wind in de zeilen? Zijn we wat dat betreft wakker aan het worden zoals jij zou willen zien? Ik zou zeggen, enerzijds ja, er is allerlei solidariteit. Hè? Maar het is heel erg verbazingwekkend dat als verbazingwekkend gezien wordt. Maar natuurlijk is er allerlei solidariteit. Natuurlijk geven mensen om elkaar. Natuurlijk doen mensen dingen voor elkaar zonder dat het geld kost. Dat hebben we altijd gedaan. Dat is een historische constante eigenlijk. En het vergt een heel specifiek systeem om dat kapot te maken, om ons alle incentives te geven om dat niet te doen. Dus wat vaak neoliberalisme genoemd wordt, is het meest recente bestuurssysteem waarin wij ideologisch tot ondernemende, geïndividueerde zelven gemaakt worden. En waarin ons verteld wordt dat we niet automatisch die solidariteit hebben. Maar zelfs onder invloed van dat bestuurssysteem hebben we het nog. En dat blijkt nu, dat blijkt op allerlei andere momenten, want wat nu alleen maar helderder zichtbaar wordt misschien, is dat dat deze economie staat of valt bij de reproductieve arbeid, de zorgarbeid die we voor elkaar over hebben, die altijd al gebeurt.
En die altijd al geoutsourced wordt naar, naar vrouwen, naar mensen van kleur, et cetera. Dus ik vind het heel erg verbazingwekkend dat het als verrassend gezien wordt van mensen geven om elkaar, doen spontaan dingen. Dus ze hebben kennelijk enerzijds zo'n lange tijd een systeem gehad wat dat, precies dat, uit ons probeert te slaan, dat we denken, wat een verrassing. En tegelijkertijd is het dat systeem niet gelukt. Maar dat hoeft niet te verbazen dus. En dus je zou kunnen zeggen dat er de hele tijd een reëel bestaand communisme is. Dat is namelijk onze reproductieve arbeid. Het feit dat we gratis dingen doen voor elkaar. Dingen die niet monetair uit te drukken zijn. En dat is er altijd. Maar tegelijkertijd denk ik wel veel van wat nu gebeurt, die solidariteit waar je het over hebt, die is tegelijkertijd onderdeel, op een of andere manier onderdeel. Onderdeel is, klinkt heel mechanisch, maar die hoort bij een necropolitiek, bij een politiek van de dood, die we nu meemaken. Want het is solidariteit, maar solidariteit die mogelijk is op basis van, bijvoorbeeld in eerste instantie, ageism. We hebben meer dan 10.000 mensen laten sterven inmiddels. In Nederland. Alleen in Nederland. En een groot deel daarvan zijn oudere mensen. Die we eigenlijk gewoon al hadden afgeschreven. Waarvan we eigenlijk al hebben gezegd van, die doen er niet toe. Als we nu weer calculeren van, we gaan de terrassen gaan open, et cetera, want de IC-capaciteit kan het aan. Dan rekenen we weer met zoveel mensen die doodgaan. Dus dat wat solidariteit heet, is daar, maar is tegelijkertijd verweven op een heel morbide manier helemaal, met de politiek van de dood. Hoe is solidariteit daar een onderdeel van? Dat zie ik niet helemaal. Omdat al die spontane uitingen waar je het over hebt, zeg maar, ja. Die zijn daar. Maar tegelijkertijd is er heel weinig contestatie van de doodscalculaties die de hele tijd gemaakt worden in Nederland. Dus er is heel weinig contestatie van, je noemde de premier al, dus er zijn heel weinig mensen die denken van, wat voor massamoord is hij eigenlijk aan het orchestreren hier? Sterker nog, hij is alleen maar populairder. Dus als hij zegt van, mensen blijven zoveel mogelijk binnen, werk thuis, et cetera, en 1 juni gaan de terrassen open. Dan zijn er toch heel weinig mensen die het idee hebben van, maar hier is iets aan de hand. En ik denk op links zijn er wel degelijk mensen die dat denken. Maar het merendeel van Nederland is niet links. En dus in die zin ben ik daar niet zo optimistisch over. Ik denk ook als de premier zegt van Nederland is een diep socialistisch land, dan moeten we dat helemaal niet vertrouwen. Dan is dat een situatie die hij wil schetsen. Waar hij iets mee wil doen. Maar het is evident dat Nederland geen diep socialistisch land is. Nederland heeft nog nooit een revolutie gehad. Dus dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is. Dat er een of andere overgang naar een socialistische economie is. Dat wil helemaal niet zeggen. Er is niks Nederlands daaraan per se. Maar dat Nederland diep socialistisch is, als een liberale premier dat zegt, het eerste in eerste instantie wat je dan moet doen, is dat niet vertrouwen. Kijken wat hij daarmee wil. En ik ben ook... ik ben ook wel een beetje sceptisch over het crisis als kans denken, wat ik sommige mensen op links een beetje zie doen. Want ergens is dat crisis als kans denken in eerste instantie is typisch voor kapitalisme. Dat is hoe kapitalisme zichzelf vernieuwt de hele tijd. En dat weten we ook sinds Marx. Dat in de vorige crisis werd dat ook, dat is ook mijn déjà vu gevoel een beetje. Toen waren er ook een hoop linkse denkers die zeiden, dit is de val van het systeem. Dit is het einde en er gaat iets nieuws uit geboren worden. Maar dat is inmiddels 12 jaar geleden. Dat levert iedere keer een kans op. En het levert de mogelijkheid om zich aan te passen. Daar zit niks noodzakelijks in. Dat is geen evolutionair proces per se wat niet kan veranderen. Maar dat is wat je vaak ziet. En dus een crisis is niet zomaar een mogelijkheid om iets anders te doen. En als je te zeer dat doet, als je te zeer denkt van laten we deze crisis aangrijpen, dan vergeet je dat verandering niet zomaar tot stand komt door een gegeven crisis uit te nutten, maar dat verandering voortkomt uit enerzijds een spontaniteit,
Anderzijds een jarenlang voorbereidend werk van het bouwen van politieke macht en economische macht. Dus ergens mensen op links die nu zeggen van ja, de crisis is een kans, die hebben ergens kiezen voor een wat luie optie, zou je kunnen zeggen. Dat is een petitie, waar ik zelf ook altijd aan meedoe, is ergens een luie optie om politiek te bedrijven. En vaak is het niet beter, dus dat is geen kritiek op mensen die dat doen. Het is ook geen kritiek op mijzelf dus, want ik doe dat. Maar het is wel ergens de wat te makkelijke manier, omdat uiteindelijk zullen we politieke macht gestaag op moeten bouwen. Een parallel is misschien de manier waarop Bernie Sanders in Amerika dat heeft gedaan en mensen in zijn beweging dat nog steeds aan het doen zijn. Maar dat vergt een lange adem. En het vergt ook niet alleen maar politieke macht, dus het vergt niet alleen bijvoorbeeld een partij, een politieke partij. Het vergt ook economische macht middels coöperatieven, middels commoning, middels blokkades, middels boycotts. Dus het is niet zomaar zo dat je in een crisis even aan een paar knoppen draait en dan de boel verandert. Want je draait alleen maar aan knoppen binnen een systeem wat gebouwd is op het beschermen in eerste instantie van kapitaal. Ja, oké. Het viel me ook misschien een flauwe vraag hoor, maar ik zag je naam onder die petities niet staan. Ik weet niet of je ervoor benaderd bent, maar... Op welke petities? Nou, bijvoorbeeld die brief van Ewald Engelen en ook 170 wetenschappers voor een groen, radicaal groen manifest, waar toch... Nee, die laatste ben ik niet voor gevraagd. Ewald heeft wel gevraagd of ik mee wou schrijven aan die eerste. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat... ik vind, er staan belangrijke dingen in en tegelijkertijd vind ik het een problematisch idee dat je nu kunt zeggen wat dan de goede en de slechte bedrijven zijn. Of dat we nu zien wat zeg maar de foundational economy is. Ik vind dat een val om in te trappen, want dan ga je nog steeds zeggen, oh, maar dit is waar de economische waarde uiteindelijk in gegrond is. En dat is fundamenteel een problematisch idee. Ja, want wat ze eigenlijk zeggen is, help de bedrijven die zich goed gedragen hebben en tonen dat ze maatschappelijk betrokken zijn. En niet de bedrijven die belasting ontwijken. En dat is op allerlei manieren nuttig om te doen. En het is op alle manieren gunstig. Maar is niet de boodschap die ik zelf, als ik dan zelf een stuk onderteken, want ik zou dan met name in de krant met hun drieën gehad hebben. Zeg maar. Dus dat is het, daar kies ik dan niet voor. Maar ik vind het wel belangrijk, heb ik ook tegen hem gezegd, belangrijk dat dat zo gebeurt. Ja, maar je wil andere boodschap benadrukken. Zelf. En ik denk dat ook belangrijk is, want kijk, een lastig probleem op links is natuurlijk dat we het onderling nooit eens zijn. Maar is ook de kracht, want op het moment dat iedereen hetzelfde roept, dan heb je een links wat zijn eigen problemen gaat creëren. Oké. Even los van het economische, misschien, je hebt in het verleden natuurlijk over ontzettend veel onderwerpen geschreven. Ras, identiteit, kolonialisme, globalisering, fascisme. Zie je de afgelopen weken of voorzie je voor de toekomst nog andere grote gevolgen van deze crisis? Een beetje los van meer de economische dimensie die we besproken hebben. Ik denk het gevaar is er dat we dadelijk... Dus tot aan deze crisis hebben we een gestage groei van fascisme gezien in heel het Westen eigenlijk. En dat heeft te maken met het feit dat we, en daar hadden we het eerder over, dat arbeiders het niet meer steeds beter hebben gekregen. Dus dat het gat tussen arbeid en kapitaal groter is geworden. En wat fascisten dan doen is niet zeggen, oké, wat we nodig hebben is een omvattende solidariteit, zodat we een vuist kunnen maken tegen kapitaal. Dit is dus een solidariteit tussen arbeiders, internationaal. Ook een solidariteit tussen witte en niet-witte arbeiders, tussen mannelijke en vrouwelijke arbeiders. Dat hebben ze niet gedaan. Daar kiezen ze niet voor. Waar ze voor kiezen is zeggen, nee, we kunnen consolideren. We kunnen vasthouden wat we hebben. Alleen moeten we dan voor zorgen dat we het voor ons houden, voor de echte mensen, voor de echte Nederlanders, voor de echte raszuivere mensen, zeg maar. En dat is het aanbod van fascisten als vorm voor democratie bijvoorbeeld.
Hè, die zeggen, nee, hey, er hoeft niks fundamenteels te veranderen. Er is ook geen planetaire plundering gaande. Kan allemaal, want het gaat ten koste in eerste instantie van de niet-witte mensen. En als we die maar, als we geweld tegen die mensen oké vinden, geweld aan de Europese grenzen bijvoorbeeld, de massamoord aan, op de Middellandse Zee, als we dat oké vinden, ja, dan kunnen we het voor ons redden. Dat is een illusie natuurlijk, zelf dat is een illusie. Maar dat is hun aanbod. En dat aanbod, daar kom je niet, daar ga je niet iets tegen doen door te zeggen, ja, oké, we moeten toch een beetje naar de broze witte burger luisteren. We moeten toch een beetje meebewegen met de populisten. Dat is alleen maar toegeven daaraan. En dat is alleen maar het beest voeden als het ware. Dus dat is, tot nog toe was dat de situatie eigenlijk, waarin ook links geen enkel alternatief daarvoor had. Dus als je kijkt naar partijen als PvdA of GroenLinks, voor zover je dat überhaupt links wil noemen, maar laten we zeggen nominaal links, reëel bestaand links, die hadden gewoon tot nog toe de strategie, ja, nee, oké, we moeten toch naar die boze witte burger luisteren. Hè. Iemand als Jesse Klaver die dan zegt, nou, we gaan het niet zoveel meer over migratie hebben. We gaan naar gewone mensen luisteren. De gewone mens is gewoon de witte burger. Ja. Dus die kiezen, die zitten op dat pad gewoon. En dat is heel hun politieke strategie is gedicteerd door fascisten die in directe zin nog marginale macht hebben, maar die in indirecte zin dus het hele politieke veld van posities ordenen, zou je kunnen zeggen. Nou, nu krijgen we een situatie waarin we jaren van austerity misschien wel ingaan. En waarin we echt magere jaren krijgen. Dus die strategie van consolidatie ligt voor de hand. Om verder uitgevoerd te worden, uitgerold te worden. Om verder overgenomen te worden door andere partijen. Een voedingsbodem voor een versterking van dat sentiment van misschien eigen volk eerst. Ja. En even geen, we hebben geen cent nu over absoluut. Voor migratie of voor ontwikkelingshulp. Absoluut. Het was de eerste reactie van onze minister toen de Italianen vroegen om steun. Om meteen aan food dragging te doen, midden in de crisis. Of je nou voor of tegen eurobonds bent, maar het was meteen food dragging. Gewoon, het ging om de boodschap daar. Nee, je kunt niet automatisch op ons rekenen. Wij zetten jullie mes op de keel. En dus dat is een politieke strategie die het hele politieke veld domineert eigenlijk. Los van de specifieke posities is dat de ordenende bewegingen doorheen. En dat dreigt alleen maar sterker te worden. En daarom is het echt absoluut cruciaal voor partijen die zichzelf links noemen, om daar radicaal mee te breken. En om dat te doen, wetende dat het je misschien in eerste instantie wat stemmen kost. Het probleem van een partij als GroenLinks is bijvoorbeeld dat die de hele tijd denkt, ja, we willen wel aan de knoppen zitten. We willen macht hebben, we willen regeren. En dat is een illusie waarmee links alleen maar kleiner en kleiner en kleiner wordt. Totdat je de situatie hebt, zoals bij de vorige verkiezingen, dat links volstrekt marginaal geworden is. En alles en GroenLinks een soort van afvalbak van de restjes van links is. En ze daar de polonaise gaan lopen doen na de verkiezingen. Alsof ze gek zijn. Alsof ze niet doorhebben wat er eigenlijk aan de hand is met links. En dus op links is, politiek links is de uitdaging om weerstand te bieden tegen die strategie van consolideren. Die alleen maar sterker gaat worden. Oké. Om af te sluiten, als laatste vraag. Als jij vandaag, als we jou een krijtje zouden geven met de opdracht om iets te stoepkrijten op straat voor je deur in Rotterdam. Een boodschap die je mensen wil geven, een woord of een zin. Wat zou dat zijn? Wat zou je opschrijven? Of wat zou je willen dat mensen opschrijven op de straat, op de stoepen? Nou ja, dat is een goeie. Ik weet niet. Het kan een woord zijn, of een symbool, of een zin. Oké. Nou, misschien zou ik zeggen, wij zijn niemand iets verschuldigd of zo. Of er is niets wat terugbetaald hoeft te worden. Sorry, wat was dat laatste? Er is niets wat terugbetaald hoeft te worden. Er is niets wat terugbetaald hoeft te worden. Ja. Zoiets. Helder.